Een museum die speciaal opgericht is voor het maken van Instagram-foto's. Het klinkt misschien gek, maar inmiddels is er sinds kort zo'n museum geopend in Amsterdam. Via een route door verschillende ruimtes kunnen bezoekers foto's maken om die vervolgens op social media te plaatsen. Niet alleen het nieuwe museum in Amsterdam maakt gebruik van social media, maar ook voor andere musea wordt het steeds belangrijker om online platforms in te zetten. Zo ook voor Museum de Fundatie in Zwolle. Ja, wij maken zeker gebruik van social media. We zijn eigenlijk begonnen met Twitter. 2 jaar geleden zijn we begonnen met Instagram. En op Facebook zijn we ook actief voor een wat oudere doelgroep ondertussen. Omdat op Instagram meer jonge mensen zitten en op Facebook de wat oudere mensen. En merken jullie ook dat er meer mensen komen door social media? Het is heel lastig om direct effect te zien van een post op social media. Omdat je niet weet of het resulteert in een aankoop van een ticket. Maar we horen wel hier in het museum dat er mensen zijn die ons volgen op social media en die dan posts hebben gezien. En denken van, dat moet ik in het echt komen bekijken en dus naar Zwolle komen. In de toekomst zullen social media steeds vaker worden ingezet, ook op het culturele gebied. Kijk, er zijn steeds weer nieuwe mogelijkheden om op social media uit te blinken als organisatie. Dus we zoeken continu ook naar nieuwe manieren om aanwezig te zijn, ook bij nieuwe doelgroepen. Dus daar gaan we zeker meer gebruik van maken. Ja.